Hi, welkom. Welkom bij Motivatie Maandag. Zoals je wilt, elke maandag bespreek je 3 punten. 1. Wat heb ik vorige week gedaan? 2. De quote van deze week. En 3. Wat ga ik aankomende week doen? Als je nieuw bent bij deze kanaal, vergeet niet te abonneren. Laten we maar beginnen. Zullen we maar beginnen met punt 1. Zoals ik zei, vorige week moest ik best wel veel inhalen. Het is me best wel gelukt. Het enige wat moeilijk was vorige week is gewoon streamen. Het was mijn eerste keer, gewoon eerste keer officieel. En daarbij ging het streamen best wel redelijk, want ik heb veel dingen fout gedaan en veel dingen dacht ik van oké, dat kan ik beter volgende keer anders doen. En al die punten heb ik meegenomen en opgeschreven, dus ik heb ook de stream voor aankomende tijden gepland. Mijn planning is gewoon precies dit. Ik heb niet altijd de tijd om alles precies uit te leggen, maar ik kan ze wel 1 keer uitleggen en vervolgens die video verspreiden. Dus ik ga 1 keer in de weekend gewoon streamen. En volgens die video kan jij gebruiken. De onderwerpen kunnen zijn bijvoorbeeld arbeidsovereenkomst, opdrachtovereenkomst. Of hoe je onderneming moet starten en wat je allemaal moet regelen. Dus tijdens de stream ga ik alles van A tot Z precies uitleggen. Meestal is dat 1 uur of 1,5 uur. En dan kan je er gewoon terugkijken en dan kan je vragen stellen als jij die hebt. Dus kijk maar de stream. Ik zal van tevoren precies aankondigen wat er in de stream besproken wordt. En hoe ik ermee moet omgaan en wat ik ermee ga behandelen. Komen bij het tweede punt, de quote. De quote is, go the extra mile, it's never crowded. Daar heb je helemaal gelijk in. En ik ben helemaal eens met deze quote, want als jij de extra mile gaat, dan heb je niemand die dat doet. En dat zie je ook heel vaak. Ook in de ondernemingwereld. Als ik zaken doe met iemand en ik geef hem dat extra, komt hij altijd terug. Want niemand doet dat en hij krijgt ook niet het gevoel dat hij weinig heeft gekregen voor zijn geld. En dat zie ik vaak bij klanten. Vaak doen ze bij bedrijf X en bij bedrijf X geven ze weinig voor wat het waard was. En dan leg ik hun uit van wat hij wel of niet had moeten vragen en hoe hij dit wel had gekregen. En dan ziet een klant bijvoorbeeld van, oké, als ik hier ben, dan krijg ik meer waarde voor mijn geld. En dat is de reden waarom ze vaak terugkomen. Als je dat doet, dan heeft het ook veel effect op mensen, want mensen worden ook mensen krijgen ook positieve energie. Dus ja, niemand doet dat, maar zodra jij dat doet, kunnen mensen niet tegen je op. Dus jij bent de enige die dat doet. Dat is de reden waarom je weinig mensen daar hebt. Dus daarom is de reden waarom het nooit crowded is. Dat is een voorbeeld in mijn geval waarom ik het ermee eens ben. Laat me hieronder weten wat jij ervan vindt en hoe jij er tegenaan kijkt. Kom bij het derde punt. Hoe ziet mijn week eruit? Nou, zoals gewoonlijk, ik heb afspraken staan. En deze week ga ik een paar opdrachten afronden voor het einde van februari. Daar ben ik gelijk ermee klaar. Dan kan ik even focussen op nieuwe opdrachten. Wat ik deze week ook ga doen is gewoon een laatste cursus afmaken over rechtspersonen. Dus wat zijn rechtspersonen, hoe moet je ermee omgaan en waar moet je op letten als je ze gaat oprichten. Bijvoorbeeld het NV, BV, stichting, coöperatie. Dus hoe moet je ermee omgaan? Die cursus ben ik nu aan het maken. Ik moet nog een aantal video's bewerken. Dus dat zou ik dus in de middag gewoon even bewerken zodat het gewoon goed uitziet. En dan zou ik later volgende week gewoon uploaden. Zodat ik ze ga geven in de cursus. Ben je geïnteresseerd in deze cursus? Of wil je weten wat ik precies ga behandelen? Of heb je een bepaalde input dat je aan mij kan geven? Laat me weten. Ik ga niet aan de slag met een paar overeenkomsten. Ik moet zo beginnen. Ben je nieuw bij dit kanaal? Vergeet niet te abonneren. Laat me hieronder weten wat jij van deze quote vindt. Tot in de volgende video.